Backstage, by die Crave Hotel backstage, met drie members van die Black Eyed Bones, jullie het gestrand, basis die Mindslot gespeeld op die James Phillips stage. Geef ons uit een beetje van een rundown van hoe het veel gevoel erop boe. Dit was great, in essence het was great. Als je het vergelijkt met last jaar was amper, dat was skrikkerig en ik weet niet, ik denk maybe was ons net nog niet recht voor dit nie, maar in die jaar van last jaar of het was baie groot shows en baie groot toer geklap, so hierdie jaar, die stage het letterlijk kleiner gevoel, dus was allemaal nader mekaar, maar dit ontploft. Luister die op die noot, jullie band is bezig om verschillende baie momentum op te tel. Dit is amper soos 'n sneeuwbal wat groter en groter en groter raak. Waar denk jullie gaan die sneeuwbal tans eindig? Die woestijn. dit hang af, kijk, dit is nie een sneeuwbal wat vinnig groot word. Een gradually groei word. Stofbal, fok jou Willem dan. Jy kan nie predict waar dit gaan gaan nie, maar as dit ander groei, sal dit vir ons groot word. So, irregardless waar toe dit gaan, sal groter word. Jy moet verstaan dat ons die sneeuwbal waar hy so verwijs, is iets wat ons self opgebouw het uit niks uit. Daar is nie een company wat achter ons staan, daar is producer of zo iets. Die ding kan nie van ons, dit is ons barbecue. Dit kan nie weggevat worden, dit is ons disinfect. Wat is rol speel Wolmer in jullie succes? Nee, dit is maar die water wat ons gedrink het toe ons groot geworden het, bro. Ons alles albums is met Wolmer record, maar ik bedoel, als je daar kan van die berg groot geworden, dan is ons lekker getrek. En ik denk, het was baie Wolmer bands in Silverton en Lurk bands, wat het letterlijk lekker. Kan je daar in kruis? Ja, kan je daar gevoel spelen? Soos ek sê, as jy nou lekker goed het, soos lekker Wolmer, want jy nou lekker shapes, lekker sizes en lekker kleur, jy weet. Bro, as ek kerry gehad het, sou ek gezoom het. Oké, okay, wat leef voor die rest van 2013 voor die Black Eyed Bones? September, oktober, november en december. En wat gebeurt in die maanden? Ons het 6 weken tour in die einde van die jaar, ons is 2 weken in die Kaap. Letterlijk op en af die kus, ons draai die nieuwe album Beat. Ons draai Beat Pillars, maar soveel as moeilijk mense speel. Dit moet nou daar uitkom en try and rub it off on everybody and give away as many free CDs as possible. My call gets sell. En ons is ook een band, want ons jol vir mense en ons tour vir mense, ons kom nie op radio soveel as die average ander commercial band nie. So die enigste manier hoe ons albums en ons music vir mense gaan vat, is om in ons kaart te klim, te gaan travel en te rij, naar die wonderlijke hoekpunte van Zuid-Afrika, wat genuin baar mooi is. Het win-win situation. Het dit net so uitgewerk, of is dit soos blatant een besluit vir die band gemaakt het om het so te benader? Ek denk nie, dit is in essence een besluit geweest, dit is hoe ons gedoen, maar ek denk vir ons vandaan kom ook goed, ons is gewoond om goed, het om te pak. Het is groundwork, dit is wat gedoen moet word. Ek kan nie dink aan 'n ander manier hoe jy jou skills kan hou. Ek het maar, where the fuck are you guys? Jy wil beter inside op die koppie hier met gigs en gedoen. En al hoe jy dit gaan doen is met gigs en toe. You're still like inside the koppie borders. Enige laaste message vir julle fans al buite? Okay, just get back, man.